Met mijn eerste communie heb ik van mijn heeroom dit Mariabeeldje gehad op dat consoletje. En dat heeft altijd bij ons in de hoek van de kamer gehangen. Precies in de hoek. En eromheen was alles kapotgeschoten. En een Mariabeeldje was nog helemaal heel. Ik was bakker, maar dat leek me niks. Ik wou de wijde wereld in. Ik vond het altijd het prachtige verhalen over de marine. En ja, dat was toch weer heel wat anders als de landmacht. En ik hield van het water. Dus ik wilde bij die club behoren. Maar mijn vader was daar niet erg voor. Om welke reden. Ze zei altijd, bij de marine drinken ze jenever. En roken ze zware check. Mijn vader die zag dat niet zo zitten, dat ik daar allemaal... Maar goed, uiteindelijk, na veel gedram, kreeg ik toch toestemming om te solliciteren. Tweede kompie. En hier heb ik dan mijn nummer. Dus ik had 535. Ja, dit is het. Dus, nou, en daar moest ik. Ja, dan word ik soldaat. Wij waren allemaal geweerschutters. Van mijn opleiding. We hadden die mitrailleur wel gezien en hoe dat zit. Maar we hebben er nooit naar geschoten zelf. Nee. Dus wij hadden eigenlijk maar weinig wapens. We hadden dus die mitrailleur. Een beperkt aantal. En alles maar met de oude mannige repeteergeweer. Waren wel haarszuiver, hoor. Haarszuiver. En ik kon ermee schieten. Ik schoot een scheiding in je haar als nodig was. Ja, dat kon ik. Ja. Met september, denk ik, dat het was. He? Nou, toen was ik... Toen kreeg ik van het gemeentehuis. He? Dus toen kwam mijn vader. Wij hadden een eindje verder nog een tuin. Die kwam daar naartoe en zegt... Je moet morgen opkomen. Voor de mobilisatie. Zo. Maar het spande al een beetje, natuurlijk. Ik was helemaal bezig met manier spelen. Echt waar. Ja. Ik vond het zo mooi... 'S morgens appels op de achterplaats. En dan gingen we afmarcheren naar Krooswijk. Want daar hadden wij onze exercitieterrein, onze hindernisbaan. En die kwamen dan door de oppert. En nou ja, daar bleef iedereen voor staan, buiten. En wij als meisjes boven allemaal voor de raam kijken. En als we voorbij waren, ja, dan gingen we weer aan je werk. En dan was iedere woensdag was dat zo. Die mariniers, hè? Die waren beroepsmilitairen, die liepen altijd over de hoofdstad. En er werd een beetje laatdunkend over gedaan. Hè? Ja. Maar dat was na de oorlogsdagen was dat helemaal over. Want dat waren moedige mensen. Denk je dat ook, laatdunkend? Ja. Ik weet het niet of ik er mee heb gedaan. Dat weet ik niet. In Wezel, waar ik geboren ben, daar was mijn grootvader, die was schipper. En ik was altijd aan het water, aan de Rijn, als jongetje. En dan was mijn vader hier aan de sluis, ook altijd schepen. En mijn vader zegt, du moest elektriker worden. Ik zeg, nee, ik ga aan boord. Nee.
Ik was niets te maken. Ik was op de zee. Op mijn verjaardag kreeg ik mijn aanstelling als aspirant brandwacht bij Slangenwagen 5. En dat was geregeld door mijn vader en door degene die daar dan over gingen bij de brandweer. Dan kreeg je een band en daar stond op dan het jaartal, Spuit 5. En dat was allemaal Rotterdammers aan boord. En die baas, die praat wel een beetje, die kapitein, dat was ook die eigenaar van dat schip, die praat wel een beetje Duits, maar ook niet al te veel. Dus ik moest binnen 1-2 maanden Nederlands leren. Ik was dus 14 jaar toen de oorlog begon. Ik heb 3 broertjes onder mij en 3 zussen boven mij. En moeder. Moeder is weduwe. Is vroeg weduwe geworden. En een tante die bij ons in huis woont, die een grote zaak heeft. We woonden in de Rode Rijse Straat. Een hele gezellige buurt. Een goede buurt. Wij zouden nu zeggen van een middenstandswijk. Zo was ook ons gezin. Nou ja, je was gewoon soldaat. En je ging dat hele vliegveld bezetten. Wat uiteindelijk helemaal niet gemotten had. Want we hadden meer op de vliegtuigen motten zitten natuurlijk. Maar ja, met die zware mitrailleur had je ook te weinig kans op die vliegtuigen. Jongens, we moesten plotseling opkomen. Hè? En dan zag je s'avonds in de krant foto's van hele drommen die door hun familieleden naar het station werden gebracht. Hè? Ik bedoel, voormobilisatie noemden ze dat. Hè? Er was een dreiging, ja. Meine liebe Frau, endlich komme ich dazu, dir nachfolgende Zeilen zu schreiben. An der Westfront verlief der Tag ruhig. Hoffentlich geht es bald los. Warten müssen ist noch das Schlimmste. Wir Soldaten empfinden es auch als das Furchtbarste. Wir warten immer auf irgendetwas, auf Versetzung, Einsatz, Urlaub, auf die Erfüllung oder Dementierung irgendeines Gerüchts. Und wenn nicht auf eines von diesen Dingen, so warten wir letztlich immer auf unsere Entlassung. Wij waren voor niets voorbereid. Helemaal niets. Dat heb ik nooit begrepen. Helemaal niets voorbereid. Het was in de Eerste Oorlog zo, in de Wereldoorlog, dat Nederland neutraal was. Dat was voor ons klaar, Nederland is neutraal. Mijn vader zegt nog, als ik toen van Holland terugkwam, dan had ik wat iets meegebracht, slaolie en zoiets. Oh, dat is mooi zeg, dan kunnen we de hele oorlog uit Holland krijgen. Die dacht ook niet dat die Duitsers dan naar Holland toe gingen. Het onbestemde, dat je weet dat er rondom de oorlog is en dat de Duitsers oprukten, dat ze Tsjechoslowakije hadden, dat ze Polen hadden. En dat je ook af en toe die vliegtuigen hoorde. En ik was bang. Ik ben altijd bang geweest. En ben het nog. We hebben in Duitsland gelegen, in Griet. En hebben kiezels geladen voor Rotterdam. Want ik was nooit in Rotterdam geweest. Ik was 2 keer in Holland, maar niet in Rotterdam. En daar zijn we dan naar beneden, best naar Emmerik. Daar hebben ze ons een beetje opgehouden. En dan kwamen we naar Lobby, toen kwam de Diana aan boord. En dat was als een beetje. Nog eens een papiertje kijken en nog eens een papiertje kijken. En ja, we zijn dan verder. De Rijn naar beneden in de Waal. En dan kwam ik in de grote Waalavond terecht. Dat was voor mij een. Die was zo groot, dat begreep ik haar niet. Nou ja, ze kwamen toch niet hier naar Nederland. En ik was nog zo. We hadden een waterlinie. Nou, daar kwamen ze natuurlijk ook niet door. Nou ja, en we hadden mobilisatie, en we hadden kanonnen. Zo dacht ik. Dus ik denk, nou ja, hier komen ze toch nooit. Nou, ze kwamen. En hoe?
Die Holländer wissen nichts von unserem Vorhaben. Nur vereinzelt haben sich halb verschlafene Gestalten in die Türrahmen und Fenster gedrückt, weil sie vom Lärm unserer Motoren aufgeschreckt sind. Gleich bei schönem Wetter fängt das fast unaufhörliche Gebrumm der Flieger wieder an. Wenn man sich ihre Wirkung vorstellt, wird einem ganz unheimlich zumute. Aber doch freuen wir uns über sie, denn sie tragen alle dazu bei, das Ende näher zu rücken. Heel vroeg in de ochtend. Ik weet nog wel, we lagen nog op bed en mijn vader die kwam naar ons toe en kom eruit allemaal, want er zijn allemaal watervliegtuigen boven de Maas. Dus wij natuurlijk direct voor de ramen en gekeken. En mijn vader zei toen, ik denk dat nu de oorlog begonnen is. Je hoorde een vliegtuig. Ja, jongens, is dat een vliegtuig van ons? Nee, dat was een Messerschmitt, want die begon meteen te schieten. En die vlogen daar overheen. En zo begon het. Wat deed u toen? Nou, afwachten. Want je kon niks doen. Je kon die Messerschmitt niet schieten. Want je stond in stelling. Nou, gewoon dat je zegt, als er een op vliegveld landde. Nou, dus daar kon je niet op schieten. Je had natuurlijk nog nooit een watervliegtuig gezien. En die zag je toen ineens op het water voor je deur. Ja, je kijkt je ogen uit. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Maar daar zijn de Duitsers met bootjes aan de wal gekomen. Ik persoonlijk piekerde helemaal niet dat het oorlog was. En toen kwam ik naar beneden, want de wasplaats was beneden. En ging ik mijn handen om mijn nek de trap af, want wij lagen op de eerste verdieping. Ik keek naar buiten uit dat mitrailleurnest zo vandaan. Daar hingen er hier zo, daar stond die fabrieken van kool over. De hangaars, dat stond allemaal in brand. Dat was een lichte laaien, want die brand had ze allemaal brandbommen gegooid. En dan scheerde zo erom. Nou, en toen, misschien een half uur later of een kwartier, dat weet ik ook niet meer. Toen hing die lucht vol met parachutisten. Toen ik beneden kwam, kwam die de kazerne binnen schreeuwen van alarm, alarm. Ja, alarm. Drong nog niet helemaal tot me door. Maar toen was het al oorlog. En dan komen de eerste en die rukten allemaal op naar Waalhaven. En, maar schietende natuurlijk, maar ja, die Hollander probeerde ze ook dood te schieten. U ook? Ja, tuurlijk, je ook, maar wij schoten er ook op. Wij hebben ze zien hangen in de lucht en er gewoon doorgeschoten. Ja, nee, het was een hel hoor. En toen we nog stonden te kijken, toen ging de huisbel. En daar stonden een paar Duitsers voor de deur. En die wilden dat de fabriek opengemaakt werd. Want het mitrailleur moest boven op het dak geplaatst worden. En mijn vader was zo één jaar, ik ga zomaar niet die fabriek openmaken. Die is eerst de directeur nog gaan bellen. Maar ja, die wist ook van toeten opblazen. Dus die zei, ja, ik weet het niet. Bel de politie op. Nou, toen heeft mijn vader nog de politie opgebeld. Maar ja, die wist ook geen zinnig woord te vertellen. Die zeiden, nou, ik zou de sleutel maar geven. Toen sprak Wilhelmina. En toen hebben heel wat Nederlanders gehuild. Tenminste, bij ons was het snotter, hoor. He? Want we waren in oorlog. He? De hele kazerne in rep en roer. En ja, dan moest iedereen wapens en munitie en uitreiken, aantreden en indelen, die groep zus, die groep zo. Want ze hadden ook nog geen goed overzicht wat er precies los was natuurlijk. Dat moest nog even op gang komen. Iedereen liep naar buiten, omdat je, wat weet je van, je weet niks van oorlog. En je zag in de verte boven het land, want wij woonden aan de buitenrand van de stad. De Rode Rijzers, aan het eind van de Rode Rijzersstraat had je daar de Gordelweg. En dan had je opgespoten land. Daar zaten ook de militairen aan naar het vliegtuigje te schieten. En dan zag ik vliegtuigen overkomen en je zag de parachutisten aan, in de verte. Hoor, zag je ik heb ze nooit dichtbij gezien, maar in de verte zag je ze naar beneden komen en schieten hoorde je. En mam zei, binnen blijven, in huis. Daar stonden wij gewoon aan te kijken. Je kon de piloot zien zitten, van die Junkers.
En toen zagen we de parachutisten boven de Maas hangen. Ik had nog nooit een parachutist gezien. Echt niet. En het bleek al dat er al watervliegtuigen geland waren op de Maas. En ja, en toen brak de hel los natuurlijk. Hè. Toen begon het geknetter en geknal. En, ja. Het gaat natuurlijk ook allemaal heel vlug. Het gaat heel vlug. Je slaapt en na een paar uur zitten er al Duitsers in het huis. Je hebt eigenlijk niet eens tijd om heel bang te worden. Want het is al gebeurd. Ik zal je vertellen, toen wij die zandzakkenstelling gemaakt hadden op de Admiraliteitskade, toen kwam er een hele hoop Rotterdammers. Die kwamen gewoon kijken hoe wij oorlog voerden. Die waren er niet van doordrongen dat het echt was, volgens mij. Want die hebben we gewoon weg moeten jagen. Voor de eigen veiligheid. En dan zeiden ze tegen het publiek, gaan jullie een beetje opzij, want dadelijk moeten we schieten. Ja, dat was zo idioot. Zo ging dat. Die stonden in de hoek van de straat te kijken wat wij aan het doen waren. Het was volle oorlog. Ja, en mijn zusje moest geloof ik een boodschap voor mijn moeder doen. En heet het? En toen zeiden die soldaten, nou even niet. Hè? En nou kan je erdoor. Nou ja. Het was een onwezenlijke toestand om die Maasbrug. Toen zei tante Cor van, wij gaan naar de zaak toe. De zaak die was op de Schiedamse dijk. Een heel groot pand. De achterkant was de baan. Daar stonden de bedrijfsauto's. Want in de zaak hadden we beneden een hele grote koelcel. Een enorme grote koelcel met zulke muren. Ze zei, als we daar zitten, zitten we veilig. De 10e mei ben ik gewoon naar kantoor gegaan aanvankelijk. Want ik werkte dus op het kantoor in de Graaf Florenstraat. Daar was niks gebeurd. Dus ik ging gewoon naar kantoor. En ik heb daar dus nog werkzaamheden verricht. Ik was de enige die op kantoor kwam, want het kantoor was nog maar weinig bemand. En de chef de bureau die woonde op Overmaas in Zuid. Dus die was er niet. Die was er niet. Die was er bezet. Dus maar de Waalhaven was al verbrand. En als er bijvoorbeeld één naar de toilet moest, dan gingen we met z'n allen. We lieten nooit iemand alleen naar boven gaan. Dan liepen we allemaal weer gebukt, zo de hele trap op. Het was dus twee trapjes, zo'n trap, zo. Dus we bukten en zo gingen we naar boven. Dat mitrailleurnest, bij ons vandaan, dat kreeg een voltreffer. En daar heb ik nog, ja, die Willem van Engelen was dat. Die is er dood uitgekomen. Maar nog een van de rest, meen ik dat die heette. En die zat enkel zijn gezicht met bloed. En verder, ja, en was die helemaal de klus kwijt. Hè? En die hebben er nog uitgehaald. Mam zei wel, wat heel dierbaar voor je is, dat mag je meenemen. Nou, ik ben altijd gek geweest op sieraden. Ik had een heel mooi sieradendoosje met hele mooie sieraden. En die heb ik dus meegenomen. We hebben gepraat. Ik denk dat we de een na de ander wel eens in slaap gevallen zou zijn. We zaten gewoon met elkaar een beetje bang te zijn. Eigenlijk hebben de mensen in de buitenwijken niks gemerkt van de oorlog in Rotterdam. Hè? Zoals in het noorden en zo, daar is helemaal niks gebeurd en zo. Maar wij lagen echt in de frontlinie. Dat was, in één dag was het helemaal uit elkaar geslagen. Want ze gooiden er wel tegenaan. Hoor. En denk erom, die parachutisten, dat waren soldaten hoor. Ja, maar ja, die hadden geoefend, die hadden al in Polen overal al gevochten, joh. Die wisten al wat mensen doodschieten was. Maar wat wisten wij nou? Helemaal niks. Toen hadden de Duitsers, die parachutisten, die hadden zich genetseld op het Noordereiland.
En elke beweging die ze aan de andere kant zagen op de Honingendijk of op de Nessendijk, dan werden onder vuur genomen door mitrailleurs. Ze had helemaal afgesloten. We wisten alleen maar dat er op het eiland, Noordereiland, de Duitsers waren. En daar waren we natuurlijk zo bang als wat. Dus daarvoor dorsten wij ook niet op straat. Af en toe gingen we natuurlijk wel even stiekem kijken, natuurlijk. Want ik bedoel, we waren niet zo dat we de godganse dag daar beneden bleven. Dus we gingen ook wel eens even naar boven even kijken. Maar we werden onmiddellijk teruggestuurd, omdat er inderdaad, er werd vrij veel van de daken afgeschoten. Dat er gewoon geschoten werd op onze Hollandse soldaten. Op de straat zelf was geen dekking. Dus je moest met grote sprongen voorwaarts. En in de loop was die straat over. En dan steeds in dekking van de een naar de ander. En dan kwam je dus bij de boompjes terecht. En daar heb je van die gewelven heb je daar. Dat is bij die oprit. Daar kon je onder. Nou ja, toen bij de oprit er lag een mitrailleur van ons. En daar lagen dus een schutter en een helper. Die waren doodgeschoten. Dat was niet van mijn ploeg, joh. Ja, langs de huizen en zo trok hij terug. Langzaam. Maar is er van ons geen een doodgeschoten? Wel een mirakel, hoor. Gestern die deutsche Grenze überschritten und sind im Vormarsch. Die ersten Verwundeten werden von Sanitätskolonnen zurückgebracht. Sie stöhnen und bäumen sich vor Schmerzen, die armen Kerls. Dem einen fehlt der Arm oder Fuß, der andere hat Splitter im Gesicht, die Nase verloren und wieder ein anderer einen Kopfschuss. Wenn nur recht bald ein entscheidender Schlag fällt, damit endlich der ersehnte Friede wieder einziehen kann. Die mitrailleur die stond daar bij die oprit en er moest dus een nieuwe bemanning achter. En dat vond ik achteraf, denk ik, ja. Ik had die mitrailleur maar prijsgegeven, want mijn maat Bossert en mijn eerste klas Meulman, dat waren van mijn clubje, die hebben zichzelf, zeggen ze, vrij, want dat is sezant vrijwillig, maar er was daar zo geknal en toestanden dat je dat allemaal niet hebt kunnen waarnemen. Maar in ieder geval, die marinier, mijn passagiermaatje en die mijn eerste klas, die gingen dus achter die mitrailleur. Nou, die werden gelijk weggeknald. Die gingen schokken en ja, ook dood. We hebben voor het eerst op mensen geschoten toen. Ja. En dat is een hele rare gewaarwording. Maar niet meer als je eigen maat dood hebt zien schieten. Want dan moeten ze niet meer bij je komen. Want dat kan niet. En, legt u eens uit? Hè? Legt u eens uit? Nou, dan wil je ze wel opvreten. Want wat hadden wij gedaan, ons Nederland? Wij hadden niks gedaan. Ze komen zomaar de hele zaak bij ons plat gooien en schieten en noem maar op. Nou, dat kon niet. En dan vallen de dooien van jouw clubje. Nou, moet je eens kijken wat een razernij er dan tevoorschijn komt. Maar ja. En die zaterdag, het was het Pinkster zaterdag. En in de middag, toen zei mijn vader op een gegeven moment, ik ga nu eens kijken of de buren nog wel aan de overkant zijn. Dat was voor het eerst dat hij de huisdeur durfde open te maken. En toen zagen we dat daar een heleboel ramen kapot waren en dat de vitrage allemaal uit de ramen waaide. En toen dachten we, nou, er is toch heel wat aan de hand. En ze hebben steeds geprobeerd toch naar de overkant van de brug te komen. Maar met tussenpozen op den duur, hoor. Want in de eerste dag was het natuurlijk het hevigst, hè. Want ze dachten dat ze die brug even over konden komen. Maar die mijn eerste, ja, dat is goed te pakken. Ja.
Mijn moeder die wilde eigenlijk ook, die zei steeds tegen mijn vader, joh, laten we nou toch weggaan, want het wordt misschien wel gevaarlijk en je weet het maar nooit. En mijn vader zei, joh, dat zal best wel meevallen. Dan hoor ik, dat is ja 85 meter, want het is daar, Willem, kom eens even. Want ik omhoog. Dat was als ik dat zei. Ik neem aan dat die van de douane was, dat is een zwart pak al, met een witte dingen dan. En twee, mijn groen pak, en die hadden een geweer erbij. Nou, ik heb die klompen er staan laten, ben met die klompen sokjes. Dat maakt zo'n herrie als met een bom, 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 nee, naar achteren. Toen keek hij de Terbekkenstraat in, zo heette die straat. En dan zag hij een loopgraaf gemaakt. En dan zag hij Duitsers. En toen zegt hij, nou moeten we hier weg. Dan zitten we helemaal alleen. En normaal gesproken zou je de Terbekkenstraat ingelopen zijn. Maar dat vonden we dus heel naar, dat de Duitsers waren. Toen zijn we de Maaskade opgegaan. Dus de vuurlinie in. Maar daar stond je toen niet bij stil. Dat de mariniers aan de overkant aan het schieten waren. En dan kwam ik daar, dat is aan de baas daar. En Jan was er. En die twee met de groene pak en die met de zwarte pak. Ja, zeggen dat is dat jongetje. Toen ben je Duitser? Ja, ik zeg, ik ben Duitser. Oh, Nederlands praat je? Ja, zo'n beetje. Ja, dan moet ik je meenemen, zegt hij met het zwarte pak. Ik zeg, mee, wil ik ze waar naartoe? Ik wist het niet. Dan zegt hij, baas, kan hij nog iets halen wat hij meenemen zal of zo? Hè? Nee, ik kan zo mee. En mijn moeder, omdat ik de jongste was, die heeft mij beschermd met een koffer. Die heeft heel de tijd een koffer voor mij hoofd gehouden. Want ze zei, als er een kogel komt, dan smoort die in de koffer. En toen kwam ik tegen bij de Maasbrug daar. Ik zeg, nou, dan worden we direct doodgeschoten door de mariniers. Maar die schoten over ons heen. Zo gezegd, hè. En toen op slot toe stingen ze te roepen dat wij over de brug moesten komen. Toen ben wij daar overheen gegaan. Toen zijn we naar Wallen gegaan. Dan. Die met dat zwarte pak vooruit en die twee met de groene. Met de geweer daar gegaan. Ik was in Nolo. Nou, misschien 400 meter gelopen, weet ik niet precies. En daar lag dan het zuid. En in die zuid was een hout en een leer. Ik keek de boven een eindje uit. En daar naar beneden. Ik dacht, daar naar beneden? Ja, en dan kijk, ja, daar was al een oudere man. Ik heb altijd gezegd, dat is een kapitein, ik wist het niet. Dit was een man die een kapitein zijn kan. En nog een jonge man. En dan weet ik niet, was er nog eentje of niet? Daar heb ik al wel nagedacht, ik krijg het niet voor elkaar. Ja, dan ben ik dan naar beneden. Want als ik dan onder was, er was zand in die zuid, was zoveel. Het was nat. En dan zag ik eronder. Ik zei, wat mag die hier? Ik zei, wat passeert hier? Nee? Bek houden! Alles dan wordt geweerd. Zitten gaan. Constant werd er geschoten, al die dagen. Altijd hoorde je wat. We hebben later nog wel eens gezegd, misschien hebben de mariniers ons zien lopen. Zo met zo'n heel rijtje achter elkaar. Dat ze zagen dat het particulieren waren. Want die Duitsers kwamen daar natuurlijk niet. Die hadden zich allemaal verborgen. Want ik vraag me nu af hoe wij aan ons eten zijn gekomen. Het enige wat ik nog weet, dat ik op de Mecklenburglaan, toen we daar aangetreden, maar voordat we aantraden, stonden er van die grote blikken met zachtzure augurken. Daar heb ik er nog een paar van op staan eten. Dat weet ik wel. Maar hoe we verder dan een warme maaltijd, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Want onze kazerne was plat met de kombuis weg. Als je me nou vraagt hoe we geslapen hebben, dat weet ik niet meer. Dat is heel raar. Het enige wat ik dus wel nog weet, en heel scherp weet, dat mams alsmaar bezig was met soep te koken. En dat tante Cor, die ging met zo'n grote soeppan in de zaak staan als er militairen langskwamen.
jongens willen jullie een kop soep. En dan vragen van, hoe staat het ermee? Hoe wordt er met, maar wij mochten absoluut niet daar vlakbij staan. Ik ben er geloof ik twee van ons, die ben een partiek ingegaan. En die hebben wij niet meer gezien. Ja, die is al in een partiek bij mensen gewoon erin gegaan. Ja, ik heb ze naderhand wel gezien. Ja, ik kon ze nog niet kwalijk nemen ook. Nee. Het is, ja, het past niet, maar kijk, als je nou zo'n angst hebt en je hebt toch niks meer ander. Nee? Ik was op een gegeven moment wel in een stadium, het kon me helemaal niks meer schelen. Ze konden me overal heen sturen. Volgens mij liep het toch verkeerd af. En toen we het hoekje daar omgingen, toen zagen we de eerste doden op de straat liggen. Dat was een man, want hij had een lange broek aan. Het was geen soldaat. Maar ja, daar loop je dan gelijk langs. Je kijkt met een schuin oog. En een afschuwelijk beeld, zeker als kind zijnde. Maar je bent ontvlucht, dus je loopt door. En dan, ik weet het niet, ik heb er al over nagedacht, of dat 2 of 3 of 4 uurtjes, dat weet ik niet. Hoe lang dat we daar gezeten hebben. Het was koud en nat. En dan hoorden we. Je hoorde schieten en ja, zwaarder, niet alleen van kogels, maar ook zwaarder, maar dat wist je niet wat dat precies was. Totdat de vliegtuigen kwamen. May 14, 1940. Es sind deutsche Flugzeuge, die in großen Scharen über unseren Köpfen hinwegsausen, in Richtung der holländischen Grenze. Im Gegensatz zum Polenfeldzug ist hier in der Luft viel los, zu über 90% deutsche Flugzeuge. Ein dauerndes Brummen fühlt man in den Ohren. Bis jetzt sah ich 5 Abschüsse. Mijn grootmoeder, die had suikerziekte. En er kwam een verpleegster, kwam er altijd helpen. En dat vond ik altijd zo mooi. Je had een blauwe verpleegster die op onderhaal. Want dat, ja, dat is speciaal verpleegsterslinnen eigenlijk. Dat is door een, ja, mooi, eigenlijk een beetje vaalblauw. En dan een wit schort. Maar Van der Steur, die had als hoofd van de kustbescherming, die zag het gevaar van die houten stijgers. En die had dus aan mijn vader gevraagd, wil je dinsdagochtend naar de Lauwenstoren gaan en maatregelen gaan nemen om die stijgers te demonteren? En tegen mij zei hij toen, ja, ga jij ook maar naar het kantoortje daar, wat de restauratie leidde. En dat was dus toevallig dat mijn vader en ik bij het uitbreken van het bombardement ter plekke aanwezig waren. We moesten niet in het ziekenhuis blijven, want dat was veel te gevaarlijk. We moesten zien dat we onder die bogen terechtkwamen. Want er stonden Duitse treinen op. En zeggen, die bombarderen ze niet, want die laten ze heus wel staan. Want dan zegt die kapitein, ik geloof dat zijn vliegtuigen. Bek houden! Riep die weer van boven. Maar dan kwam dat slimmer. Het was slim, die herrie die dingen maken. Eerst hoorde je natuurlijk vliegtuigen aankomen, maar dat was op zich natuurlijk nog niet zo angstwekkend. Maar dat werd steeds ernstiger. En op dat kantoortje waar wij zaten, daar stond een grote tekentafel. Toen zei hij met die militairen, nou ja, die vonden het wel gezellig dat de zusters daar beneden waren. Maar we moesten al die mensen toen overbrengen naar die bogen. En dat was een hele toestand. Toen moesten we door de rozenperk en daar liepen we telkens omheen. Zei jongens, we halen die rozen eruit, die zetten we straks wel terug. Toen het een beetje link werd, om zo te zeggen, zei hij, laten we onder die tafel gaan zitten.
Nou, dat hebben we dus gedaan. En dan hoorden we voor de eerste keer een bom. Wat vuurwerk. Boom. Er waren Messerschmitts, geloof ik. En die gingen daar eventjes tekeer. Die liet alle bommen los. Nou. Dat was wat. Dat geluid, dat was angstwekkend. He, dat geluid van die bom, want je hoorde hem aankomen. Je wist alleen niet, valt hij op mijn hoofd, bij wijze van spreken? Ja. Of 10 meter bij me vandaan? En dan dat fluitende geluid van die bom. En dat laatste stukje hoorde hij, en dat was stil. En toen kwam die boem en alles dreunde. En de grond die dreunde. En je zat dan onder die rollen papier. We zaten allemaal zo. Je ziet de flits. En zo'n bom had een afmeting van, laat ik zeggen, 60 centimeter. Hij kon misschien wat een andere mate, maar in mijn gedachten. En hij had een diameter van 20 centimeter. En hij liep in een punt uit. En dat zie je in een flits gaan. En dan vindt de explosie plaats. Dus we zaten aan de voorkant in de kelder. En toen kwam de bom op het huis. Dat je kop in elkaar gedrukt wordt. Dat gevoel heb je van. Dat doe je. In af van 10 minuten. Was dat. Waar dan op de grond. In die zand. Ik heb met de kop in de zand gelegen. En heb mijn handen zo. Met 15 jaar. En dan zoiets. Nee. En mijn broertje van 10. Die stond voor mij. En die pakte ik bij zijn hoofd. En ik was. Nou ja, ik zeg altijd, ze zouden nou zeggen, je was hysterisch. Dat was ik dan misschien ook wel, van de schrik en de angst. Ik had mijn broertje vast en toen gilde ik alsmaar, Wim's hoofd is eraf. Toen vlogen de ruiten eruit natuurlijk en kwam het plafond naar beneden. En was het volkomen donker. En dan dacht ik, we zijn bedolven. Hè? Nou, dat bleek achteraf niet het geval te zijn, maar als er zo'n aanval was geweest, dan zei Van der Steurten, waar ben je er nog? En dat zijn eigenlijk de enige woorden die we gewisseld hebben. Je stond er op afstand naar te kijken. Je kon niks doen. Wat kon je eraan beginnen? Je zag dat het. Dat ze het aan het bombarderen waren, wat zei je nou? Dan zeg je, daar valt wat. Hè? Maar je zag de vliegtuigen en je hoorde de herrie. En je zag de vlammen. He? Dat alles in brand stond. En verder kon je niks. Niks. Dan zei je, nou, dat is wat moois. Die zei, nou, dan gaan er een zootje burgers. En dat glas dat vloog allemaal naar beneden. En de deuren die vlogen open. En een hoop kruiddamp kwam er naar binnen. Nou, dat was heel kort. En ik weet dat mijn vader, dat was nog naderhand, hebben we daar nog om gelachen. Mijn vader die zag een bezem staan en die ging naar buiten. En die ging de stoep aanvegen, want daar lag ook overal glas. Nou. Wij sprongen dus overeind als het weer een beetje lichter was. Maar dan kwam er weer een vliegtuig, dus doken we weer onder die tafel. En toen we de laatste keer opsprongen, toen stond er van dat huis niets meer dan de borstwering en die tafel. Toen ging ineens het lichtje branden. En toen zagen we dat we allemaal
We stonden er nog allemaal en Wiems hoofd was er helemaal niet af. Oh, dan, dan rook dat naar roken, branden. En dan kwam ook zo papier, wat verbrand was, dat kwam dan zo naar beneden. Toen ik net buiten kwam, toen was het ineens weer zwart. Want toen viel er weer ergens een bom, vermoedelijk. Want het was ineens, ik kon niet verder. En een klein eentje bij me vandaan was een diepe kuil. Dus dan moest, of er nou daar weer een bom toen gevallen is, dat weet ik niet. Maar daar moest ik omheen. Voor het huis waar wij, Van der Steur en ik, in zaten, vlak daarvoor, daar was ook iemand die lag om hulp te roepen. Er was geen sprake van dat wij iets konden doen. Dus we zijn uiteindelijk hard weggelopen. Je denkt niet na. Nee, dat kan ook niet. Ik bedoel, Ik heb toen zo'n verschrikkelijke verlatenheid gevoel. Nee, verlatenheid. Het was niet verlatenheid. Het besef van volkomen onmacht van degene die van je houden. Zoals mijn moeder eigenlijk altijd om ons heen heeft gestaan. Ons opving als er wat gebeurde. En dat je nu wist, niks is er wat mij beschermen kan. Ik heb nooit zo'n intense, ja, toch eigenlijk verlatenheid gevoeld van dat geen mens, niemand in je omgeving, ook je huis niet, dat er geen bescherming was. Gekeken. De ene keek die andere aan. Wat is er gebeurd? Toen zegt die kapitein, ik geloof die hebben Rotterdam bombardeerd. Dan zegt die matroos die er was, ik ga maar kijken. Dan heb ik de ladder omhoog. Dan bleef hij boven staan en zei, ik kan ruhig gewoon afkomen, die zijn weg. Die was bang zeker, denk ik. Nou, we zijn dan naar boven gegaan. Het dak brandde helemaal. Dus wij hebben toen geprobeerd een uitweg te vinden om, nou ja, uit die zat te vluchten. We zijn nog even de Lauwenskerk binnen geweest. Daar was nog niks aan de hand. En toen zijn we via de Goudse Singel, want overal zag je brand. Dus ik dacht eerst, ja, wij zijn gewoon ingesloten. Ik heb al die spullen op die handkar gelegd. Mijn vader gooide dat naar beneden. Maar ik zeg, als ik een vliegtuig aan hoorde komen, dan vloog ik dat pakhuis weer in, waar we dan konden schuilen. En dan kwam je naar buiten en dan was die wagen leeg. En dat was alleen door mensen die voor ons al gevlucht zijn. En dat waren rijen met mensen die dat zagen staan en dat van die handkar afhaalden en meenamen. En ik ben dan naar het schip toe gegaan. En die oude was aan boord. Willem, daar ben je weer. Weet je wat gebeurd is? Kijk eens. De Hollandse soldaten die schreeuwden, want je kon elkaar praktisch niet zien, naar het midden van de straat. Naar het midden van de straat. Want de huizen stortten in. En als je dus tegen de huizen, want je was de, je had de neiging om naar de huizenkant te lopen, hoewel je de huizen praktisch niet meer zag, hoor, van de stof en de brand. Die zegt wel dan, wat is slim. Kijk eens. Je kunt kijken bij dat Witte Huis. Kijk eens, is alles weg. Wat zal ik daartoe zeggen? Ik was een Duitser. Er stonden twee vrouwen. Die ene met een tas aan de arm. Met zulke grote angstogen. En doordat die ruiten eruit waren, kon ze zich aan die spijl van die ruit zo de arm eromheen. En hield zij hem vast en die wou niet weg. En die andere mevrouw was
Ja, ik dacht, ik wist het niet, maar ze leken op elkaar. Ik dacht dat een zuster was. Die wou haar meenemen, maar ze kreeg die vrouw niet mee. En die twee zijn daar gebleven. Wij zijn weggegaan. Een paar zijn er meegegaan. Ja, de andere raak je ook weer kwijt. Want ik heb ook een patiënt meegenomen. En die ben ik ook kwijtgeraakt. Ik weet niet waar het mens ooit gebleven is. Ik heb ze nooit meer gezien. Dus daar spreek je ook niet. Daar hoor je niks meer van. Ik sta daar en ik kijk zo naar recht voor me uit. En daar heb je een prachtig kerkje. En dat heeft twee spitsjes, twee torentjes heb het. En ik kijk altijd overal, ik let overal op. En dan zie ik links van dat linkse torentje, zie ik allemaal rook opborrelen. Opborrelen en dat komt zo van binnenuit. En dat gaat hoog en bijna steil omhoog. Nou, dat is geen gewone brand. Hè? Mensen zeiden, kijk, daar is een brand. En, ja, misschien is het een brand, maar niemand wist waar. Maar dat werd een enorme donderwolk, werd dat. Op de Goudse Singel liepen we met onze hand aan de zijkant. Omdat aan de overkant al de boel in brand stond. Dat was allemaal zo warm. Nou, en daar probeerde je natuurlijk zo gauw mogelijk uit te komen. Daar heb ik een Nederlandse soldaat gezien die helemaal alleen was. Die zijn gasmasker om zijn nek had. Die helemaal raadloos was en die zei tegen mijn moeder... Wat moet ik doen? Ze zeggen, jongen, ik weet het niet. Wij zijn ook gevlucht. Ik heb mannen gezien met eentje met een stofzuiger. Ik denk, misschien heeft die wel net afbetaald. En met een radio, maar ook vrouwen met een hondje en een katje. Maar allemaal zo haast geluidloos dat ze voorbij gingen. Heel, heel bizar. Spookachtig. Dus echt een gesprek met mensen waar je mee liep? Nee, dat kan ik. Je was allemaal eigenlijk met jezelf bezig. En ik weet nog dat ik een soldaat gezien heb met een doodskop. Maar dat weet ik ook allemaal niet precies, hoor. En toen kwamen we de straat uit. En toen kwam hij aan. Nou, hoe die eruit zag, heel vreselijk. Hij had net onder de Lauwenskerk gezeten. En toen zei hij, mijn vader, ik heb hem niet meer gezien. We zijn naar huis gegaan, hebben geslapen, maar hij kwam niet. En hij wist al direct dat hij nooit meer terug zou komen. Stellt euch vor, dass alles, die ganze Altstadt in Köln und noch etwa 100 Meter in die Neustadt hinein, vollkommen dem Erdboden gleichgemacht sei. Dann sah man noch in den Kellern der zerstörten Häuser hier und dort Lichter flackern und die Schatten von Leuten, die etwas suchten. Es macht auf einen deprimierenden Eindruck, wenn man so etwas zum ersten Mal sieht. Ein jeder denkt sich im Stillen, wenn ich wieder gesund und heil in die Heimat komme. Euer Sohn und Bruder Heinrich. Verhaal gaat, of het waar is, weet ik nooit. Maar dat er bijvoorbeeld tijdens het bombardement ook nog gestolen is uit winkels. Dat de mensen liepen met bontjassen, met de kraag, maar met het kaartje van de prijs er nog aan. Ik heb het nooit gezien, ik heb het gehoord. Maar geruchten waren al erg voor die tijd. Er was een groentewinkel, er was ook de ruiten al eruit. En toen zei mijn vader, joh, pak eventjes wat fruit en wat bussen groenten. En dat heb ik dan gehaald en in die wagen gegooid om mee te nemen. Dat we dan in ieder geval wat te eten hadden. De vluchtelingen gingen de stad uit en de rovers kwamen. Ja, die erin. Kwamen terug. Die en dat waren elkaar tegen. Ja. Er waren ook mensen naast mij die ook bussen en fruit meenamen om te eten. En dan sprak je nog niet eens tegen elkaar. Want dan liep je weer naar je familie toe en dan ging je weer verder. Toen kwam er een mevrouw aanlopen. En die liep met een schilderij, zo groot. 30 bij 40, 50. En daar stond onze koningin op afgebeeld. De koningin die op dat moment gevlucht was naar Engeland. En... Ze stopt vlak bij me. Ze zeggen, wat ik met jou onder mijn armen doet.
Begrijp ik ook niet, want je bent ook maar gevlucht. En ze pleurde zo. Dat schilderij. Op de grond, in gruzelementen. En toen liep ze door. Wij hebben ons eigenlijk in de steek gelaten gevoeld. Dat het koninklijk huis hier vertrok. Dat was het gesprek bij ons thuis. Dat ze eigenlijk hadden moeten blijven. Als je nou 11 september, dat je zag hoe die mensen eruit zagen. Zo zagen wij er dus ook uit. Helemaal grijs van de stof. En je stikte haast. En die heeft ons toen in een kel, in de benedenverdieping. Daar stonden allemaal stoelen naast de muur. Daar heeft ze ons neergezet en we kregen water om te drinken. En ze zei, oh, je hoeft hier niet bang te zijn, want dit is een dragende muur. En ik weet nog wel dat ik zo'n gek gevoel had van dan denk, oh, als er een bom zit, dan draagt die muur ons naar boven. Dat is natuurlijk ik was eigenlijk helemaal, zoals we dan zeggen, de klussen kwijt. Ik was helemaal daas. Bommelement was net afgelopen. En toen kwam de horde weer een beetje van alle kanten en hoeken en gaten tevoorschijn. En toen weet ik niet meer of dat nou door een officier of wie dan ook, maar in ieder geval, het werd eruit gebruld, we zijn gecapituleerd. Dat weet ik nog wel. En daar midden op het veld, daar moesten wij onze wapens in gooien. De oorlog was overgegeven. Dus ieder ging terug naar zijn eigen handdeling. Zo gezegd, hè. Dus wij moesten naar Walhaven terug. Zo gezegd, en daar kwam hij. En dus daar ging hij door naartoe. Ik heb eerst in een Rijnaak gezeten. Met een luik want we waren krijgsgevangen toen. Nou, toen waren er, ik geloof dat 10 of 12, ik weet het precies niet meer, die moesten er op het vliegveld blijven. En die moesten die doden ophalen. Nederlandse soldaten, er stond, die dat plaatje niet op had, dan was het een onbekende Hollander. En daar stond erop, dat was zo'n jongen, die maakte die kruisjes en die schilderde dat erop. Je kan die namen zien. Ik heb er hier net nog een, dan kan je het goed zien. Zie je? En toen kwamen wij terug van Naaldwijk, ik meen van 25 mei of zoiets. Maar die mensen meteen al vragen of we met de zoon niet gezien hadden. Nou, toen moest ik zeggen dat we hem begraven hadden, daar op Walhaven. Ja, nou, die borsten helemaal in tranen uit. May 1940, 7 Uhr morgens. Nun habe ich 3 Stunden geschlafen und stehe jetzt auf Fliegerposten mit meinem MG. Müde bin ich, unsagbar müde. So sehr, dass mir der Kopf schmerzt. Aber noch eine halbe Stunde, dann kann ich mich bis 12 Uhr ins Bett hauen. Schot mit Blutspetters, dass die Menschen. Nou ja, hoe je eraan komt, dat weet ik eigenlijk zelf niet. Maar in ieder geval zeiden, oh, daar komen de zusters. Want nou ja, we waren toen met z'n tweeën of met z'n drieën. Want er is er weer één die kennis had, die weer is weer doorgegaan. Dus met die vriendin samen ben ik toen naar mijn ouders gegaan. En toen kwamen we binnen, boven. En het absurde, dat vergeten we ook nooit. Het vogelkootje wat daar in de hoek van de kamer zat. Daar hadden we 2 rijstvogels, die lagen dood op de bodem. Dat was het eerste wat we zeiden. De vogeltjes zijn dood. En de kamers, die waren helemaal kapotgeschoten.
Helemaal kapot. Alles was kapot. Ik geloof de 100 kogelgaten in de kamer zaten. Ja. Alles was kapot. Op de Brechtseweg, daar had je een woonwagenkamp. En daar tegenover had je, ja, ik stel het me voor als een soort dijk. En er zat een poort in. Die poort gingen wij onderdoor. En daarachter had je een weg lopen. En dat waren allemaal tuinders. Tuinders. Broeikassen stonden er, tuinhuisjes. Frits stond er voor de deur, die woonde Gouverneurlaan. En die stond er voor de deur, we hadden altijd 8 uur afgesproken. Dus we stappen allebei op de fiets. En we fietsen daarheen, op praten en al doen. En, nou, je zag totaal onderweg niks. Tot van, ja, in dat deel van, Laken, van Den Haag dus. Hè. Je zag totaal niks. We voelden ons daar heel veilig. Maar je zat buiten Rotterdam. Het was er een stuk rustiger. We hoorden nog wel vliegtuigen, maar op afstand. Dus ja, dat is ergens, ergens onze redding geweest. Maar toen draaide de wind. En toen is de zaak verdwenen. En toen is onze straat ook verbrand. De laatste straat, Hartmansstraat, die is toen verbrand. En de mensen uit de Zwarte Paardenstraat, die hebben gekeken. En dan zeiden ze, oh kijk nou, nou gaat dit en nou gaat dat en zo. Maar het was een harde wind, hè? Het was een harde oostenwind. Er werd niet geblust natuurlijk. En er werd niet geblust. Maar het eerste wat we roken was toen we, ja, zeg maar, richting het stadhuis gingen, de Koolsingel opgingen. En daar hing een vieze, gore, benauwde lucht, ja. Ja, het was geen rook wat er hing, maar er hing een damp. Een hele, of je keel dichtgeknepen werd. Een hele vieze lucht. Heel moeilijk ademhalen, zeg maar. Maar we zijn er niet aan dood gegaan, dus we zijn maar doorgefietst. Mijn broer, die helemaal niet bij de brandweer was, die was meegekomen om ook te helpen. En die stond aan de eerste straal. En die eerste straal moest je altijd met 2 mannen bedienen. Nee, maar joh, er waren toch niet zoveel brandspuiten? Nee, maar die waren ook voor een groot belangrijk deel vernield. Maar de waterleiding deed het ook niet. Maar er was geen druk op de waterleiding ook. Dus, ja. Dus ze konden niet blussen? Ze moesten vanuit de singels slangen leggen om ergens te kunnen komen. Het grote geluk is dat ik hier nog zit. Een muur die naar beneden komt vallen, van 3 hoog of 4 hoog. Als die op een bepaalde schuinte is, dan breekt die. Door het zwaartepunt, hè. En wat mijn geluk was, ik stond precies op die plaats waar een raam had gezeten. Vlak voor me brak die. Maar tussen de ramen in had je tussen muren zitten. En die trof mijn broer. En nou. Liebes Friedchen, ich bin ja jetzt ein paar Tage hier und kann aus eigener Erfahrung noch nicht viel berichten. Aber das kann ich dir schon mitteilen, dass es hier eine Verpflegung gibt, die alles bisherige weit in den Schatten stellt. Was ich hier bekommen kann an Lebensmitteln, die zu Hause knapp sind, werde ich dir schicken. Du kannst mir ja mal angeben, was du am notwendigsten brauchst, zum Beispiel Kaffee, Kakao, Seife, Schokolade und so weiter. Bleibe du, mein Schatz und unser liebes Albertchen, gesund und munter, bis ich wiederkomme. Dein Alois und Papa. Toen is mijn oudste zuster de andere ochtend gaan informeren. En toen kwamen te weten dat alle slachtoffers Bergwegziekenhuis. Nou, dan naar het Bergwegziekenhuis. Hè. Maar toen kwamen ze daar, mijn oudste broer, mijn oudste zus. Nou, gaat u maar zoeken. Al die gangen van het Bergwegziekenhuis, die lagen vol met slachtoffers. En van wie ze de naam wisten, denk ik, zo'n kaartje aan je teen gebonden. En zolang het blanco bleef, wisten ze niet wie het was. Ik weet dat er ook een militair lag die ergens gevochten had.
En die, maar ja, die was helemaal, die lag te gillen. Die was helemaal buiten, nou ja, zo verstreek en zo gekwetst. En ja, hij was ook gewond hoor, maar in ieder geval. Hij was helemaal in de bonen, dat hij de hele boel aan elkaar gilde. Nou, ze konden niks vinden. Toen liepen ze buiten. Toen zei mijn oudste zus, joh, we hebben nog één mogelijkheid om hem te vinden. Want hij was carrosseriebouwer. Hij had met een lintzaag, had hij twee vingers afgezaagd. Dus die miste die. En daar kunnen we het aan zien, want de mensen die waren getroffen, die zagen er allemaal uit als beesten. Het was gewoon een dode stad. Je kan het zien op die foto's. Je ziet niemand. Je ziet niemand lopen. Ongelooflijk. Wij fietsen er alleen. Ja, en veel werkmensen, vrachtwagens met puin, die waren er wel. En veel chauffeur geklede mensen, dat waren de werklozen. En die waren dan puin ontruimen, zeg maar. Ook geen ruimen, want het was alleen maar straten vrijmaken. Hè? Het verkeer moest doorgaan. Misschien ook een opdracht van de Duitsers. Toen we dus gevlucht waren, toen dacht ik aanvankelijk, hier wil ik nooit meer terugkomen, op die plek. Maar toen mijn vader niet thuis kwam, ben ik de volgende ochtend gaan kijken. Nou ja, het was één grote chaos en ik heb niets gevonden of gezien. Toen gingen ze opnieuw zoeken en op een gegeven moment hadden ze hem te pakken. Maar toen bleek dus dat hij nog tot de andere ochtend geleefd had. En ik heb alleen tegen Van der Steur gezegd, mijn vader is niet thuisgekomen. En hij heeft daar nooit op gereageerd. Dat was voor hem blijkbaar heel moeilijk. Hij was ook geen man van veel woorden, maar... Ja. Mag es sein, wie es will, und mag kommen, was will, immer Köpfchen hoch. Ich bin nun wieder stolz darauf, dass ich dabei bin und zweifle nicht daran, dass alles gut herumgeht und wir doch bald ein frohes Wiedersehen feiern. Heute Nacht geht's schon nach Belgien. Ich glaube bestimmt, dass im Herbst der Krieg zu Ende ist. Liebe Frau, Grüße aus Rotterdam, dein Karl. Nou, dan passeren we de... U weet misschien hoe het is. Heb je links het stadhuis. Heb je rechts, heb je de Aart van Nestraat. Ik weet niet of dat nog zo is. Toen de tijd was daar de Aart van Nestraat. Nou, daar stonden we van te kijken dat daar niks meer stond. We keken zo de rechts die straat. Ik zeg, Frits, even stoppen. Dan heb ik die foto gemaakt daar, van de Aart van Nestraat. Ja, dit zijn de originele nog, hè. Leuk, hè. Dacht ik ze niet meer had. Bij de Unilever had je een voetbalveldje erachter, een beetje voetballen. We deden eigenlijk niks, vervelen. Ja, uit raam hangen. En je had geen geld ook. Ja. Hoe lang dat nou eigenlijk geduurd, dat weet ik niet meer. Maar wel enkele weken hoor. Ja. Op de hoek van de straat, bij de bakker. Bakker. Van de Meren Schoep zaten ze wit brood te eten. En die zeiden, het smaakt net als gebak, zeiden ze. Dat waren de eerste Duitsers die ik zag, die daar witte brood aan het kopen waren om wit brood te eten. Nee, ons hebben ze niet geslagen of wat ook gedaan. Wij kregen zelfs in de Unilever nog een of wat meer geweren. We mochten zelfs een schildwacht, maar zonder munitie hoor. Een schildwacht ervoor laten lopen van onszelf. En ze deden vreselijk vriendelijk. Maar wij niet. Nee. Nee. Maar ik begreep dat moederland niet. Dat moederland zo is daar. Dat begreep ik niet. Ik was voor de oorlog een keer in Holland geweest en dat was alles mooi. En nou was alles kapot. En op een dag is er dus iemand bij ons aan de deur gekomen. Die een paar voorwerpen had, zoals het horloge. Zijn leeggehaalde portefeuille.
om te vragen of wij die herkenden. Want mijn vader is dus begraven in het Mossagraf op Kroesvleep. En op, langs die weg hebben we dus de zekerheid gekregen wat er gebeurd was. En het typische is, dat hoor ik dan naderhand, dat de meeste Duitsers zijn gesneuveld met een kopschot. Nou, ik zeg dat kan, want wij waren scherpschutters, dus die hebben dat goed gedaan. Ja. Als ik met Nederlanders gepraat heb, want toen praat ik beter Nederlands dan vandaag. Maar het was toch zo dat na een kwartiertje of zo zeggen, nou, ben ik nou een Duitser of ben ik een Nederlander? En als ik dan zeg, ik heb een Duitser, uit dat geweest had ik niet met je gepraat. Ja. Dat heb ik maar 3 keer bestemd bij deze. Die angst die je hebt, en dat heeft, nou ja, ik kan wel zeggen, nou misschien meer dan 1 jaar geduurd. Want als ik 's avonds naar bed ging, dan nou zag ik dikwijls die lijnen van de vliegtuigen weer. Nou ja, dan zat ik al met mijn bandje, met mijn kleren onder mijn arm boven aan de trap. En dan zei mijn moeder wel eens, blijf toch in je bed? Ze zei nee. Ze zijn er weer. Hoe was de reactie op uw foto's? Bijzonder, want hier in Den Haag hadden we nooit een zwaar bombardement meegemaakt. Later wel, je had nooit verwoeste gebouwen gezien. Je had geen televisie, alleen het fotootje in de krant. Daaraan zag je dat het verwoestingen teweeg bracht. Maar niet echt zoals je tegenwoordig allemaal ziet. Dus die mensen stonden van te kijken. Die konden niet geloven dat dat Rotterdam was, als je dat dan ziet. He, dat is toch een totale verwoesting. Het is toch allemaal glad gemaakt. Dat is toch niet normaal. Dus ja, iedereen stond ervan te kijken. En allemaal staan ze het ach en de weeën, ja. Dus, maar ja, ik had ze. Zij altijd, als je schiet, elk schot in 1 vogel. Altijd raak schieten. Maar ja, het ligt me aan hoe beverig ben je, hè, bij het eerste schot. Was u beverig? Ik denk het wel. Want ik bedoel, de helden bestaan niet, volgens mij. De ene die is een beetje koelbloediger dan de ander. Maar ze hebben allemaal angst, want iedereen die wil haar doorleven, hoor. Ik ook. Dus, maar ja, het is je vak. Je kan het niet begrijpen, hè? Want je wanneer of het begint uit te werken, 14 dagen of 1 maand naderhand. Dan begint bij je uit te werken. Dat je zegt, jezus, rikke jongens, dat was wat. Dan ga je nog over praten, weet je niet. Op slot wou ik er geen eens meer over praten. En zei ik, hou maar op. He? Maar het is het moment, maar tijd van een dag bij een ander mens. Je bent geen mens meer. Weet jij verder aan de houvast? Ik niet. Mensen? Ja, ga door. Nee. Als het erop aankomt, vecht iedereen voor zichzelf. Een naaste broer verliezen, dat vergeet je niet zo gauw, hè. En ik geloof dat daar ook wel de haat door aangewakkerd is. En ik zal ook nooit naar Duitsland gaan. Dat lijkt in jullie ogen misschien heel kortzichtig. En dat is het misschien ook wel. Maar dat moment wat ik meegemaakt heb, en wat me ook eigenlijk mijn eigen leven betrof op dat moment, tot 19 jaar hoor, dat vergeet je nooit meer. He? En wat je tussen de puinhopen van de Waaglerstraat uit moest ruimen, ja. Dat vergeet je nooit meer.